Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe MVI-les. Dit keer gaan we bezig met audiovisueel. Wat heb je bij deze les nodig? Een stuk karton, een schaar, stiften of potloden en je mobiel. Tegenwoordig worden in heel veel films CGI gebruikt. Dat staat voor Computer Generated Images. Computer gegenereerde afbeeldingen. CGI wordt gebruikt om special effecten te doen, om ruimteschippen te maken, om explosies te doen, die er eigenlijk helemaal niet zijn. Vroeger hadden ze geen CGI. Toen deden ze gewoon alles met de hand, aparte dingen maken of bijvoorbeeld met modellen. Zo heb je de film Alien. In de film Alien is een heel groot ruimteschip. Dat ruimteschip bestaat helemaal niet, maar dat hebben mensen gewoon met de hand gemaakt. In die film zit een scène waar je iemand voorbij ziet lopen in dat ruimteschip. Maar dat kon niet, want het was een klein model. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een heel klein tv'tje in dat model geplakt, waarin ze van tevoren iemand hebben opgenomen die bezig is in dat ruimteschip. Vervolgens filmen ze dat ruimteschip met die tv erachter en lijkt het net alsof diegene in dat ruimteschip zit, wat niet zo is. Nou, dat gaan wij ook doen. We gaan niet een heel ruimteschip nabouwen of iets dergelijks. Nee, maar we gaan een klein miniatuur maken. En dat kan heel simpel. Met ons stukje karton. Wat moet je doen? Leg je mobiel op het karton en trek hem over. Knip vervolgens een gat uit je karton dat net iets kleiner is dan dat vierkant wat je erop hebt getekend. Vervolgens knip je uit dat stukje karton wat je overhoudt strookjes. Je hebt er twee nodig. Dat strookje vouw je vervolgens op zo'n manier en die plak je vervolgens precies er zo achter. Kijk. Als je dat op twee plaatsen doet, dus je doet het hier en daar, kun je straks je eigen mobiel er zo achter schuiven. Vervolgens ga je deze kant helemaal betekenen. Je tekent hier een scène die je later op je mobiel op gaat nemen. Als voorbeeld, ik heb er een ruimteschip op getekend. Wat ik nu moet doen, is dat ik hier de binnenkant van het ruimteschip nog moet gaan filmen. Vervolgens neem je een filmpje op alsof jij in jouw voertuig zit. Ik zit in mijn ruimteschip. Ben je klaar? Doe je jouw filmpje erachter en speel je hem af. Wees zo creatief en zo origineel mogelijk. Nou heb ik bijvoorbeeld een ruimteschip gemaakt, maar je kunt bijvoorbeeld ook een robot maken. Wil je nou echt voor de extra punten gaan, dan maak je hem echt 3D. Dus dan ga je van dozen een robot maken en dan plaats je daar het filmpje in. Of maak je van dozen een ruimteschip of een auto of iets dergelijks. Wees zo creatief mogelijk. Hoe groter, hoe beter. En vergeet vooral weer niet, confetti!